lieve YouTubers. Even heel kort. Ik ga even op pauze. En ik dacht, ik doe er toch even een korte video over. Want jullie verwachten natuurlijk elke dag van mij een daily Q&A. Maar het is nu 27 maart, 7 april heb ik mijn event. Ik kreeg vanochtend een messenger binnen van iemand die zei dat een link niet werkte en dat het super onprofessioneel overkwam. En dat raakte mij gewoon. Ik was daardoor gewoon echt geraakt. Dat was voor mij echt een teken van, oké, Sof, jij bent nu niet in alignment. Want normaal gesproken zou zo'n berichtje je niet raken. Dus dat is ook de reden waarom ik dit filmpje opneem. Om je ook te laten zien hoe dat proces bij mij werkt. Om je ook te helpen herkennen wanneer je zelf niet in alignment bent. Dus op het moment dat dingen je heel erg raken, terwijl die dingen je normaal gesproken eigenlijk niet raken, dat is een teken dat je eventjes niet in alignment bent. Dus voor mij was dat een teken van, oké, zo, je moet eventjes kijken naar alles wat je nu nog moet tot 7 april en keuzes maken. En ik heb eigenlijk de keuze gemaakt dat ik helemaal niets meer hoef tot 7 april. Dus ik ga even op pauze. Ik ben er na 7 april weer met nieuwe input. Er staan nog superveel vragen klaar. Dus jullie zien mij snel weer. Maar ik ben er even tussenuit. En wellicht dat ik af en toe nog iets op Facebook post. Misschien hoor je helemaal niks meer van me tot 7 april. I don't know. Ik laat me even meevoeren met de stroming van de rivier. Ik ga nu lekker de deur uit. Bonkie is vandaag 8 jaar geworden. Dus we gaan vanavond een feestje vieren. En ik wens jou een super fijne dag en ik zie jou na 7 april weer. Oké, ciao.